Het was kort, heftig, krachtig, af en toe onvoorspelbaar en af en toe ook doodsaai, maar dat is ook Formule 1. Hallo allemaal, welkom bij de laatste slipstream van het jaar. En het gaat over de laatste Grand Prix van het jaar. Het gaat over het hele seizoen. We gaan van alles even bespreken. En dat doen we vanuit deze nieuwe omgeving. Ja, het WK Dart staat voor de deur. Dat betekent dat we even moeten uitwijken. En dat doen we dan ook. Maar gelukkig, Kees, hebben we ook de nieuwe routebeschrijving gegeven. Dus ook die is gearriveerd. Ik geef nog een boek weg. We gaan van alles doen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een slecht bericht, Kees. Waar ik heel erg van schrok vorige week. En het is misschien een naam die niet veel mensen kennen. Maar vorige week op 71-jarige leeftijd is Walter Lechner overleden. En Walter Lechner was een man die aan de wieg stond van de carrière van een Stefan Bellof, van een Roland Ratzenberger, van een Frans Toost. De man die ooit de legendarische woorden tegen Toto Wolff zei toen hij bij hem in het team reed: ga wat anders doen, want Formule 1 coureur word je niet. Nou, dat is waarschijnlijk het beste advies wat Toto Wolff ooit gehad heeft. Een grootheid in Porsche Supercup de laatste jaren. Van mijn generatie, van jouw generatie. En ik schrok ervan. Dat wou ik even gezegd hebben. Ja, dat klopt. Ik ook. En ik heb goede herinneringen aan Walter. En dat was absoluut een fenomeen op de oude Oostenrijkring. Ik herinner me nog dat we met een aantal Formule Ford 2 liter jongens met de Pasen lang geleden daarheen gingen. En de Nederlanders die gaven eigenlijk de toon aan in Europa. En Walter deed mee. En we dachten dat hij een ander circuit reed. Zo hard ging die man. Die hebben ze alleen bij de start gezien. Ja, maar en uit de sympathieke, ja. En het is altijd schrik als iemand waar je het niet van verwacht of zo. Ja, ja, helaas. Dus en ik had voor het weekend even nog contact erover, ook met Frans Toost. Ja, die is bij Walter Lechner begonnen. En die was er ook aardig van geschrokken. Ja. Dus goed. Nou, het goede nieuws. Max, weergeloos. In Abu Dhabi. Ja, dan kijk je mij aan. Ja, dan kijk jou aan. Ja, ja, nou ja. Wat ziet winnen er dan makkelijk uit, Kees? Nou, het ziet er helemaal niet uit. Want ik wil eigenlijk zeggen, Max was totaal onzichtbaar. Ja? Ja. Als we beginnen bij de kwalificatie. De focus was op, zelfs van de cameraman, was op Hamilton en Bottas. En geen Verstappen paars. En hij was er. Ja. En dat was grandioos. En hij was dominant. Nou, in de race zo. Helaas is tegenwoordig in Formule 1 als je op kop rijdt. Maar er was ook geen strijd. Hè? Dus daar heb ik wel begrip voor. Maar ja, briljant gereden en alles goed gedaan. En zo overtuigend dat hij zelfs kon vragen, kan mijn motor even wat minder vermogen leveren? Ja. Terwijl je normaal altijd hoort, ik wil meer vermogen hebben. Ja. Nee, eigenlijk ja, is ieder woord te veel die we eraan spenderen. Gedomineerd, voortreffelijk, heel jammer. En dat geeft ook wel een beetje aan waarom ik een hekel aan dat reglement heb. Dat dan nog net met een paar nieuwe banden op het eind de snelste ronde afgesnoept wordt. Want anders was het, ja, pole position, race gewonnen en snelste raceronde. Iedere ronde aan de leiding gereden. Iedere ronde aan de leiding. Nou ja, meer kan je niet hebben. Dus een goed einde van het jaar. Ja, zijn 10e overwinning komt op gelijk hoogte met onder andere Ronnie Peterson, mijn grote voorbeeld en held. De sleutel lag in de kwalificatie wat mij betreft, Kees. En de sleutel lag ook op een of andere manier in het... Jij hebt het niet paars. Nee, het was niet paars. Maar het was wel constant over de hele ronde. En dat konden ze bij Mercedes dus niet voor elkaar krijgen. Want Bottas was dan snel in het begin. Hamilton was snel aan het eind. Hij had in de tweede sector volgens mij zelfs de derde tussentijd. Ja, maar hij knoopt wel die hele ronde aan elkaar. En dat was cruciaal, Kees. Nee, maar Mercedes had het sowieso niet helemaal van elkaar. En inderdaad, bij Red Bull, bij Verstappen, klopte alles. En dan, nou ja, Max was in topvorm. Horner bevestigde het ook. Dit is niet de auto, maar dit is Max. Maar aan de andere kant in de race, toen het er even op aankwam, speelde Red Bull ook wel, achteraf niet zo, maar op dat moment een belangrijke rol. De pitstop was ook weer voortreffelijk. Ja. Zo, in tegenstelling tot Mercedes, die goed was, maar toch langzamer.
En ja, Mercedes liep niet zo. Maar ik vind dat niet goed. Hè, om daar, dat doet af van Max overwinning. En dat is niet zo. En weet je wat ik zo... Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik las ergens iets. Ik zat wat dingen te lezen voor de race. En toen las ik een opmerking van Max. Die zei... Ik moest nieuwe onderdelen testen op vrijdag. En toen heb ik tegen het team gezegd... Weet je wat? Laat dat lekker die Albon eens even een keer doen. Laat mij lekker gewoon eens rijden. En... Nou zeg ik niet dat het daar allemaal is goed gekomen, maar dat zegt mij wel twee dingen. A, Max is de baas binnen het team. En B, is het ook wel lekker om gewoon eens even je eigen ding te mogen doen. Nou ja, dat eerste, dat is natuurlijk al heel lang duidelijk. Ja. En zo hoort het ook, want een toprijder... Is de baas in het team. Is de baas in het team, dat is klaar. Maar ik vond ook heel interessant, hè, dus hij was zo constant. Hij hield zijn banden prima, geen enkel probleem. En op een gegeven moment, want Mercedes, die waren er ook eigenlijk ziek van. Hè? Dat kon je aan Toto Wolff zijn uitdrukking zien. Ja, ze zeggen dan, de motor is teruggedraaid. Maar ja, dan is dat misschien ietsje. Beide rijders kregen ook opdracht nu het gat dichten. Ja. En wat gebeurde er? Het gat werd alleen maar groter. Ja. Dus die hebben er alles aan gedaan. En in deze race was gewoon de combinatie Red Bull... Verstappen de beste. En overigens deed Albon het ook goed. Ja, en dan rijst de meteen de vraag... heeft hij dan nu zijn seizoen gered en zijn contract gered? Of wordt van de week gewoon Perez aangekondigd? Nee, waarvan een hoop mensen denken dat die deal al lang gedaan is... maar dat hij in alle rust volgende week willen gaan aankondigen. Nou, dat de beslissing genomen is, dat roepen we al heel lang. Precies, en Albon heeft goed gereden, maar of dat zijn seizoen of zijn zitje gered heeft, dat geloof ik niet. Nee. Maar het is voor mij lood om oud ijzer of nou Albon blijft of Perez. Ja. Met beide schieten ze niet veel op. Nee, er is geen andere keuze. Nee, en één ding weet je wel heel zeker, als je Albon erbij houdt, wat ze ongetwijfeld gaan doen... Dan heb je en voor AlphaTauri en voor Red Bull Racing wel een goede stand-in. Voor als er iets gebeurt wat vorige week bij Hamilton gebeurde. Ja, oké. Okay, je hebt iemand die alle procedures weet. Op het moment in de huidige maatschappij is alles mogelijk. Maar dat is wel heel ver gedacht. Je moet gewoon twee hele snelle jongens achter het stuur hebben. En ik zeg, voor mij persoonlijk zou ik Albon gehouden hebben. Ondanks dat ik niet de grootste fan ben. Maar die komt uit de opleiding. Nou, en ik geloof niet dat Perez of wie dan ook... Dat is de vraag, hè? Gaat Perez dan zoveel beter rijden dan Elben? Of Hulkenberg in dit geval? Precies, dan zou ik die loyaliteit vasthouden. Nou, maar ik had ergens anders gezocht. Maar blijkbaar kan Red Bull dat niet vinden. Oh, waar had jij gezocht? Nou, in een andere jeugdige klasse. Of ik had geprobeerd een rijden. Misschien extreem, maar een Russell of dergelijke los te peuteren. Ja, maar goed, dat is mijn mening. En niet die van Red Bull. Dus, nee, en dus... ik heb dat niet te besluiten. Nee. Mercedes was niet snel genoeg. Even leuk nieuws van Mercedes. Toch, hij heeft er heel lang op moeten wachten. Maar Nyck de Vries mag de Young Driver test doen. En dat is eigenlijk niet meer dan terecht. Nee, maar ik moet daar zo vaak aan denken. Ik weet ook niet wat de dip geweest is in Nick's carrière. Maar als ik kijk naar wat voor een talent dat eigenlijk is... dan is dat heel spijtig als ik dan Russell zie... Ja. Die gewoon de race kan winnen vorige week. En als ik ook... We hebben het over Albon. Nou ja... Naar mijn mening, maar ja, wat is mijn mening waard, is Nyck de Vries gewoon beter. Ja. Zo, en er zijn natuurlijk dingen fout gaan, maar daarom is het buitengewoon interessant. Want vergeet niet, verleden jaar reed Russell ook in Bahrein dan weliswaar in die Mercedes. Het was gelijk de snelste. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat Nyck gaat doen in de auto van Hamilton. Ja, leuk toch? Ja, hartstikke en in leuk. Geval, in ieder geval leuk. In ieder geval gewoon een dat is misschien een dooddoener en mensen vinden dat misschien. Maar eigenlijk moet hij er ook gewoon enorm van genieten. Want het is natuurlijk fantastisch als je voor het eerst met zijn auto mag rijden. En zeker in die auto, Kees. Ja, exact, dat laatste is nog veel meer. Mijn eerste meters in een Formule 1 auto waren de toen oppermachtige Williams.
Ja, dat vergeet ik ook nooit meer. Ik bedoel, ik denk als je dat aangeboden krijgt van Haas, nou ja. Maar in de wereldkampioensauto en... Ja. Ja, dat is heel mooi voor hem en ik hoop dat hij een goede tijd neerzet. Of indruk, goede indruk achterlaat. Ja, even achteraf gesproken. En achteraf is altijd makkelijk praten, maar ik denk dat er één man zo blij was dat Hamilton terug was. En dat is George Russell. Want die heeft een visitekaartje afgegeven vorige week in Bahrein. En die was waarschijnlijk dit weekend gewoon kleurloos derde en misschien wel vierde geworden. Met die auto. Ja, nou begrijp ik waarom je zegt achteraf. Ja, ja en nu kan hij gewoon... De ster is nog steeds stralende. De Williams reed waar de Williams moet rijden. En Hamilton werd derde. En dat is misschien ook wel teleurstellend. Nou ja, dat was niet de verwachting. Nee. En ook kansloos derde, Kees. Ja, absoluut kansloos. Dat klopt. Maar achteraf is het makkelijk. Maar ik denk dat Russell toch anders gehoopt had. Maar ik moet ook zeggen, daarmee zie je ook weer, dat is weer het bewijs, helaas bij de laatste race, hoe Formule 1 in elkaar zit. Want degene die vorige week nog de ster was en de sensatie, was eigenlijk totaal kleurloos. Ja, ja en dat is over kleurloze mensen gesproken. En we gaan een beetje van de hak op de tak, maar dat maakt niet uit. Ook met Mercedes motoren rijdt Latifi. En dan kun je afvragen wat die in godsnaam aan het doen is. Nou ja, ik dacht dat ook. Ook toen hij weer spinde in de kwalificatie en dan zei hij tegen zijn team sorry. Toen dacht ik eigenlijk ook, hoe hoog moet de nood zijn bij Williams als je zo'n man in je auto zet? Ja, want dan zijn er toch wel betere te vinden. Exact. Maar ja, en dan wil ik toch even een lans breken voor een hoop mensen die roepen, die tegen mensen zijn die heel veel geld meenemen om te rijden. We hebben Latifi, we hebben natuurlijk Stroll als voorbeeld, Mazepin volgend jaar wordt zo'n voorbeeld. En dat zijn dezelfde mensen vaak die nu roepen dat Sergio Perez naar Red Bull moet gaan. Maar ja, die kwam ook zo de Formule 1 in, hè, Kees? Met heel veel geld uit Mexico. Want die kwam uiteindelijk ook niet op zijn cv, zoals Max binnenkwam, de Formule 1 in. En is toch een hele solide Formule 1-coureur geworden. Dus je moet ze ook het voordeel van de twijfel geven. En of Latifi dat wordt, weet ik niet. Maar dat wil ik er wel even bij gezegd. Je mag die mensen niet meteen hun nek proberen af te hakken, omdat ze geld hebben om de Formule 1 goed, te rijden. Ik begrijp ook wel die mensen die kritiek hebben. Want als je een klein beetje kijker op hebt, dan... Kijk, ze kunnen allemaal goed rijden, hè? Ja. Maar er zijn geen winnaars en... En er wordt ook Perez niet. En, nou ja, die heeft dan gewonnen, maar ik bedoel in de zin van constante winnaars en zeker geen wereldkampioen. Kijk, dus ik begrijp die kritiek wel. Want als je een beetje kijker op hebt, dan zie je ook dat een aantal lieden hier rondrijden, alleen maar omdat ze geld meebrengen. Ja. Ja. Kijk, en als je dat moet doen, ja, dan hoor je eigenlijk niet daarin thuis. Dat je soms een sleutel moet hebben, geld om binnen te komen. Ja, dat is eigenlijk alleen maar weg dat dat niet hoeft bij de allergrootste. Ja. Maar je hebt dat vorige keer ook al aangehaald. Niki Lauda moest ook wat meebrengen. Maar uiteindelijk zie je dan, als je binnen bent, dan laat je wat zien. Juist. Zo. Juist. En hier zijn toch jongens die eigenlijk heel weinig laten zien. Ja, wie in mijn ogen meer heeft laten zien dan dat een hoop mensen ervan verwachten, is toch die Pietro Fittipaldi. Die gisteren kansloos in de ronde reed. Op een of andere manier rijden ze wel de achtste tijd in de race. Waar dat dan vandaan komt, weet ik ook niet. Ja, twee keer gestopt voor nieuwe banden. Was in de race sneller dan Kevin Magnussen. Dus daar moet je hem mee vergelijken. En ik heb hem eigenlijk ook niet, Kees, twee races lang op een fout kunnen betrappen. En eigenlijk moet ik zeggen, ja, goed gedaan. Binnen alle mogelijkheden. Binnen het kader heeft hij het goed gedaan. Ja. Ik bedoel, het was niet spectaculair. Nee. Maar het feit ook dat hij eigenlijk beter reed dan Magnussen, dat zegt ook wel iets. Maar ik moet zeggen, hij heeft ook niet de wereld in vuur en vlam gezet. Nee. Maar er waren een hoop mensen die dachten, ja, wat moet die man in die auto? En dan denk ik, nou, als je nou twee races terugkijkt, heeft hij het eigenlijk gewoon goed gedaan. Binnen wat de mogelijkheden waren, met achteraan starten in Bahrein. En ik denk dat hij dan gewoon goed gedaan heeft. Ja, maar heeft hij dan zoveel indruk gemaakt dat iemand zegt, nou, die moet een stoel doen. Nee, maar ik denk wel dat hij genoeg indruk heeft gemaakt om bijvoorbeeld dadelijk op Le Mans bij een fabrikant of in IndyCar
gewoon zijn carrière een boost te geven. Maar goed, dat is een andere tak van sport. Nee, maar daarom zeg ik, binnen zijn... Maar goed. Ik zie hem liever rijden dan bijvoorbeeld Latifi. Ja, juist. Om heel even over Haas door te gaan trouwens. Simone Resta gaat daarheen. En dat was de man die vorig jaar bij Sauber zat, Alfa Romeo zat, teruggehaald is. En nu weer, maar bij Ferrari zijn ze toch wel bezig met iets. En als we het toch over Ferrari hebben, kunnen we meteen over het verdwijnen van de grote baas hebben. Maar wat ze bij Ferrari dus aan het doen zijn, is personeel vanuit Maranello eigenlijk detacheren bij een team als Haas. Want die willen dus een model à la Racing Point Mercedes, wat nog erger samenwerkt dan wat Haas en Ferrari al doen, om ook een beetje de kosten te delen, om de budgetcap een beetje in de gaten te houden, om geen personeel kwijt te raken. Want als je mensen zou moeten ontslaan, ja, dan ben je ze kwijt en nu kun je ze nog een beetje schuiven. Dat is voor Haas, denk ik, een hele goede zet. Ja? Ja, denk het wel. Oké. Nou, ik niet, maar... maar je kan het natuurlijk ook anders zien. Ze moeten van personeel af, maar dat is niet zo makkelijk. Ja. En als je zegt Alfa Romeo terug bij Ferrari, nou, kijk eens even naar de resultaten. Ja, maar ja, hij is begin dit jaar teruggekomen, dus dat... Ja, oké. Zo, en laat jij, als je moet reduceren, hè, dat moeten ze, laat je dan je beste mensen gaan? Ja, dat weet ik niet, maar dat... Ik denk het niet. Ferrari heeft ook nog wel wat te ontwikkelen, lijkt mij zo. Ja, maar dus... nou schijnt er een apart bedrijf te komen waar ze dan allemaal voor gaan werken, waar ze dingen gaan ontwikkelen voor Ferrari, maar ook voor Haas. Ja. Nee, we zullen het zien. Een beetje à la Red Bull AlphaTauri. Ja. Overigens gaat het gerucht ook dat degene die dan misschien de verliezer in dat hele verhaal wordt, is Sauber. Wat nu nog Alfa Romeo heet, maar eind volgend jaar waarschijnlijk gewoon weer Sauber heet. Maar daar schijnen wat gesprekken te zijn tussen Fred Vasseur en Abiteboul. Of in ieder geval Sauber en Renault. Om te kijken of ook zo'n soort constructie voor Sauber zou kunnen. Zouden ze met Renault moeten horen gaan rijden vanaf 2022? Nou ja, niets is onmogelijk in deze wereld. Nou maar... zijn Vasseur en Abiteboul niet de beste vrienden. Exact. Nee. Exact. Maar misschien goed, dat Alain Prost daar nog wat... Dat weet je nooit, we zullen het zien. Maar in ieder geval dat Alfa Romeo, de naam Alfa Romeo, niet al te lang meer in Formule 1 is, is ook zeker. Ja. En dan, ja, en ik weet niet in hoeverre de relatie gezien de prestatie van de motoren van Ferrari, waar ze overigens voor volgend jaar weer hele hoge verwachtingen hebben. Ja. Dus waarschijnlijk weten ze iets meer van het FIA-reglement of van de straf dan wij weten. Maar in ieder geval, bij Ferrari niet. Het is duidelijk, niet alleen dat ze slechte prestatie geleverd hebben, maar het rommelt ook aan alle kanten. En, ja, want de baas, Camilleri, ja, ontslag genomen. Hij is ziek geweest, heeft corona gehad, is 65, gaat met pensioen. Ja, ik lees gewoon, die is aan de kant gezet, Kees. Ja, nou ja, dat klopt en ook. En de familie Agnelli neemt de touwtjes weer in handen. Ja, John Elkann neemt even alle honneurs waar. Ja. En voor de mensen zeggen we, John Elkann is geen Agnelli, hij is de kleinzoon van Agnelli. Dus hij is gewoon familielid. Nee, maar goed, het is normaal. Dat is eigenlijk overal zo. Maar zeker bij Ferrari en in Italië, dat iemand moet de schuld ook krijgen. Nou ja, want de nieuwe moet ook alweer gaan beoordelen of Binotto wel de juiste man is. En Binotto is neergezet door Camilleri. Precies, dat verklaart ook waarschijnlijk waarom die Binotto de laatste race zoveel in Italië was. Dat weten we later, maar dat zou heel goed kunnen. Maar daar gaat het een en ander veranderen. Ja, wat niet gaat veranderen is de kleur van de auto. Laten we die maar gewoon rood houden. En wie weet komt er wel weer iemand uit Lausanne die Ferrari... Ja, maar er zijn wel heel veel tinten rood, hè? Ja, dat klopt. Oranje. Mooie kleuren oranje. McLaren heeft een goed jaar achter de rug. Nee, perfect. McLaren is een van de grote winnaars. Ja, op alle vlakken vind ik. Zo, ja, misschien niet geld, maar... Nou ja, ook met geld nu weer met die investering. Ja, maar je moet die investering natuurlijk ook een klein beetje doorzien. Daar blijft niet zo gek veel van over, want ze moeten nog een lening afbetalen.
Jawel, maar dat kan dan in ieder geval gedaan worden, Kees. Dus ja, dat kan gedaan worden. Het is voor de cashflow even lekker. Ja, nou ja, maar goed, het geeft ook wel aan hoe hoog de nood is. Ja. Als je even bij elkaar is het meer dan 300 miljoen wat er dit jaar ingestoken is. En dan gaat er wel weer terug om die lening af te betalen. Maar het is in ieder geval fijn dat ze het gevonden hebben, dat geld. En dat er mensen nog vertrouwen in hebben, die zoveel geld erin willen steken. Ja, dan hoef je in ieder geval geen Latifi in die auto te zetten. Nee. Terwijl zijn vader voor een groot gedeelte eigenaar van McLaren is. Ja, maar niet van het racing team. Nee. Maar McLaren is zeker de winnaar, want ze zijn derde geworden. Wat ook nog wel even een paar miljoen extra in het laadje brengt. En die hebben het gewoon heel goed gedaan. Ja. En volgend jaar met een Mercedes motor erin. Ja, kan dat nog heel belovend zijn. En dan, Norris is een talent. En dan komen ze met de artiest en de grappenmaker Ricciardo. Die ook wel gas geeft. En je weet dus niet bij nou, ja, ik vind nog steeds Ricciardo kun je er echt goed bij hebben. Het is geen Max, het is geen Leclerc. Maar ik denk wel dat hij als teamspeler... Hij is snel genoeg om iedereen wakker te houden. Hij heeft dat ook dit jaar heel goed gedaan in de Renault. Ja. Dus die kan je er absoluut. Dus ze hebben gewoon volgend jaar twee goede rijders. Ja. Ik denk niet dat het een bedreiging wordt voor de top 3 of de top 2, Hamilton en Verstappen. Nee, ik denk dat zij met Ferrari moeten gaan. Maar McLaren, de grote winnaar van dit jaar, vind ik. Ja, op zich. Hè? Ja. Dat hadden we toch niet. In ieder geval de grote vooruitgang gemaakt. Ja. Dus als we het toch over grote vooruitgang hebben, heb jij een hoogtepunt van het jaar, of niet? Ja, maar dan kan je natuurlijk, dan zou je een race kunnen doen. Ik vond de race in Turkije geweldig. Ja, dat wou ik ook zeggen. Maar. Ja, nee, dat mag. Nee, en ik vond ook het podium in Monza hartstikke leuk. Maar eigenlijk voor mij was het hoogtepunt, het hele seizoen, dat van elkaar gebokst is. Weet je, ik had dat niet gedacht dat je dat zo kon doorvoeren met corona en alles, ook in die korte tijd. Dus ik wil zeggen, mijn hoogtepunt was dat we toch naar 17 Formule 1 races hebben kunnen kijken. En dan kan ik wel zeggen, nou ja, die race was beter dan de andere. En dat was, maar zo wil ik niet oordelen. Dus voor mij een hoogtepunt was dat we überhaupt Formule 1 geraced hebben. Ja, en het dieptepunt dan? Nou ja, dat geldt hetzelfde. Daar zijn natuurlijk een aantal dingen. Dan kan je zeggen, ja, die race was niks. Hè. Eigenlijk was het einde van het seizoen, behalve de overwinning van Max, specifiek was ook helemaal niks, deze race. Nee. Zo, dus, maar daar wil ik ook niet over oordelen. Nee, voor mij een dieptepunt was 1. Nou ja, ik wil niet of dat de aller... maar zijn die grafieken die steeds op dat beeldscherm komen, die nergens op slaan. Dat is toch wel zwak. En ik moet zeggen, ik vond, en dat merkte je gisteren ook een beetje, is toch wel het feit dat ze in de kwalificatie 1 minuut 35, geloof ik, een 2/10 rijden. En dan bijna 1:41 in de race. En dat komt door 1 de banden. En 2 komt het ook door het benzineverbruiken, dat je gas terug moet nemen. Ja, dat vind ik, dat is geen race. En ook dat werd dan, mag jij meer over zeggen, maar dit weekend aangetoond door een korte demonstratie van Alonso in een echte Formule 1. Ja. Ja, nou ja. En dan zie je het verschil. Dus het feit dat die coureur niet voluit kan gaan. Hè, dramatisch was natuurlijk ook in de kwalificatie dat Hamilton daar een slechte ronde heeft. En meteen een nieuw setje banden moet halen. En, ja, omdat dat één ronde. Ja. Dus dat is eigenlijk, en Lewis heeft ook gezegd gisteren in een conferentie, hij hoopt dat zowel de aerodynamische veranderingen helpen, maar vooral dat we betere banden hebben. Ja, maar dat zei Vettel toevallig ook het weekend. Oké, maar dat vind ik een dieptepunt, dat ze niet echt kunnen racen. Nee, dat is mijn dieptepunt is, ik ga dat gewoon wat specifieker, is de banden in het algemeen. Want ik vind dat als je zo lang Formule 1 doet, en je kan nog steeds geen banden maken waarmee je kan racen. Dan vind ik dat gewoon echt dramatisch. En dan kun je nog zoveel excuses verzinnen dat het moet. En we moeten dit soort banden maken. Zal allemaal zijn.
Ik vind het gewoon jammer. En dat is mijn persoonlijke dieptepunt. En mijn hoogtepunt. Ik zou ook Turkije eigenlijk als evenement. Want ik vond het fantastisch dat hele weekend. Aan de andere kant wil ik toch zeggen. De veiligheid is voor mij het hoogtepunt. Want dat Grosjean zo uit kan stappen. Is voor mij wel een hoogtepunt dat het echt heel veel veiliger is geworden. Kees, dat vond ik toch wel een hoogtepuntje. Ja, maar ik denk daar precies zo over. Ja. Alleen ik wilde niet een ongeluk. Ik geef dat ongeluk als hoogtepunt. Maar als we dan toch nog bij rijders... Ja, nee, heel goed. Maar bij rijders uitkomen, dan moet ik ook zeggen, wat natuurlijk wel voor ons racefans moeten we ook natuurlijk waarderen het rijden van Hamilton. Ja, ja. Het rijden van Max, hè, dat waren toch de twee smaakmakers. Absoluut. En wij hebben, en ook onze kijkers, iedereen, alle fans, toch een stukje geschiedenis meegemaakt. Een zevende wereldtitel. Ja, absoluut. En het verbreken van het aantal overwinningen, het record. Ja, zeven titels. Je zou je ook de vraag kunnen stellen, Kees. Was dit misschien wel het beste seizoen in jaren? Want we hebben geraced op circuits waar we jaren niet geweest zijn. We hebben onvoorspelbare dingen meegemaakt. We hebben in een Perez en een Gasly mensen gehad die voor het eerst een Grand Prix gingen winnen. Ja, toch ook mooie dingen. Dat was er eigenlijk, als je terugkijkt, het was kort, heftig, krachtig, af en toe onvoorspelbaar en af en toe ook doodsaai, maar dat is ook Formule 1. Maar saai is het vaak geweest. Nee, maar dit was echt een topjaar. Ja. Ondanks alle beperkingen was het echt een topjaar. Want denk even aan de beelden van Imola. Ja, we zijn teruggekeerd op circuits. Hè? Mugello. Nou, die beelden, dat we daar geraced hebben. We hebben, de teams hebben moeten improviseren. Enerzijds door idiote omstandigheden hè, van asfalt en over regen. Ja, ja. Maar ook die korte tijden, dus dat ze één dag training misten. Ja. Zo. Nee, en ik denk ook, dat is heel, heel lang. Iemand hier weet wel meer van de cijfertjes dan ik. Maar dat er niet een Red Bull, Ferrari of een Mercedes gewonnen heeft. Nou, we hebben hier twee andere teams die nu ook een overwinning. Vijf verschillende rijders. Ja. Nee, dit was een topseizoen. Ja. En wie had dat... Toen we naar Australië gingen. Of eigenlijk, en weer terugkwamen. Wie had dat nog kunnen denken? Ja, wat ook toch. Ja, ik wil toch. Het is. Wat is er dan mis met de Formule 1? Toch, Kees. En ik zeg niet dat al die races altijd beter waren in die tijd. Maar wat er in de kern toch. Ja, mis is misschien wel. Fernando Alonso gaat een paar demo-ronden rijden. Die rijdt A. Net zo hard als dat die man in de raceauto. Met een auto die 200 kilo lichter is. Die beweegt. Die een bak herrie maakt. Van hier tot weet ik waar. En dat iedereen in het paddock. In de hekken klimt om die auto te zien. Dan denk ik. Daar zouden ze toch een lesje uit moeten kunnen trekken. Nee, maar dat is ook mis. Maar we hebben natuurlijk in het verleden. Is daar door de fans ook veel over. Door het geluid. Hè. Nou ja, goed, dat is relatief. Maar je ziet bij die oudere auto's, hè, deze lichtere auto's, daar springt, daar straalt de snelheid vanaf. Nou, dat is fout. Wat ook natuurlijk fout is in de Formule 1, is ook niet nieuw hoor. Maar wat fout is, is wat met Russell gebeurt. Zit je in de ene auto, kansloos. Zit je in de andere auto, kan je winnen. Ja. Nou, dat is ook fout. Ja. En dat zijn twee dingen. En omdat die aerodynamica zo ingewikkeld is. Ik was verbaasd. Eerst was het een seconde. Nu beweerde Hamilton... 3-4 seconden. Ja, dat je niet meer achter elkaar kan rijden. Ja. Nou, kan zijn. Hè? Hij zit achter het stuur. Maar dat is fout met Formule 1. Ja, en... overigens met Russell. Kijk, dat je het verschil Williams en Mercedes... Maar je hebt met een Williams ook niet eens kans op punten, Kees. He, dat je, en dan maakt de eerste 10 heeft nog punten. Hè. Vroeger was het de eerste 6. Hè. Als je dan een punt haalde, dan was je apetrots. Ik bedoel, als Jos Stappen zo vaak 7e geworden, dan had hij weer niks. Nu had hij gewoon heel veel punten gehad. Dus het is maar, het verschil is ook zo groot. Weet je, je doet niet eens mee voor een podium of een top 5. Nee, maar als je, daar heb je helemaal gelijk aan. Als je gisteren, dan reed toch eigenlijk, laten we zeggen, zo,
nou even over de duim, 14 man als veldvulling mee. Ja, nou ja, eigenlijk 19. Ja, goed. Dat vind ik wat overdreven. Ik bedoel, Hamilton en Bottas, die waren nu niet zo sterk dan misschien, of werden zoekgereden door Verstappen, maar die hoor ik erbij. Nou, en dan heeft Albon het goed gedaan, alhoewel het geld natuurlijk ook wel weer behoorlijk was. Die geef ik allemaal... Die heeft wel zijn beste race van het jaar gehad. Ja, maar die geef ik dan het voordeel van de twijfel. Maar er zit toch, als je de afstanden ziet, ik bedoel, neem dan een topteam als Ferrari. We hebben een strategie waarvan je van tevoren kan uitrekenen. Dan komen ze als laatste weer de baan in en dan schiet het ook niet meer op, hè. Nee. Nou ja, en dan eigenlijk reden die ook als veldvulling rond. En dat waren niet de enige. Nee, dat is eigenlijk alles na de top 4. Zo, en dat is natuurlijk helemaal mis. Ja, en dat is ook wel, in het verleden was dat ook wel eens zo. Maar je hebt nu ook gewoon, ja, het is het andere case wat jij zegt. Hè, ik zit te kijken, ik denk, het zou natuurlijk ook aardig zijn om wel Bottas binnen te halen, maar niet Hamilton. He, kijken wat er gebeurt met een iets andere strategie. Maar ook weer door die banden is het allemaal zo voorspelbaar dat je kan ook eigenlijk niks anders proberen. Nee, aan de ene kant kan je niets anders proberen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat ze allemaal zo gefocust zijn op hun menu. He, zo gaan we het doen. Ja, want ik had nog wel, ik denk nou, kijk, wat heb je te verliezen? Want als het fout gaat met die strategie van Hamilton, word je nog derde of vierde. Dat, en hij lacht dingen. Nou ja, goed. Bij Mercedes hadden ze natuurlijk wel ietsje te verliezen. Want die vraag was, nou, ook op een gegeven moment kon je zeggen, ja, moeten ze er één binnenhalen nog met zachte banden wegsturen. Maar ze kunnen natuurlijk niet. Maar alleen, ze hadden natuurlijk wel wat te verliezen. Want Bottas moest toch wel in het kielzog blijven van Verstappen. Ja, maar Bottas kon gewoon zelf doen als Max. Achter Max aanrijden was dat nee, oké. Dan had je met Hamilton misschien toch kunnen zeggen, weet je wat, blijf jij maar rijden, kun je wat langer. Nee, dat hadden ze kunnen doen, want het verschil was 2 seconden ja, tussen Bottas en Hamilton. En maak je dan door een andere strategie Hamilton sneller, dan kan die hem voorbij. Maar in dit geval mocht je geen risico nemen met Bottas, want stel dat fout gaat en hij eindigt niet in de top 4... Dan, kijk, voor de advertentie is het natuurlijk leuke 1 en 2, hè? Ja, nou, vooruit. Wat gaan we missen, Kees? Gaan we de namen, ja, Racing Point missen, omdat het Aston Martin wordt? Gaan we... Nee, dat is sowieso, vind ik, een winst. Okay. Dus, ja, maar Racing Point, wat is er nou voor een... Ja. Oké. Okay. Ja, Jordan. Nee, ja. Hebben dat een kan nieuwe communicatiedirecteur. Nee, maar ik hebben een nieuwe communicatiedirecteur aangenomen bij Aston Martin, overigens, daar bij het Formule 1 team, Matt Bishop. Dat is een goede. Ze halen wel goede mensen binnen. Daar. Oh, die hebben ze binnengehaald? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou ja, goed. Dus de naam Racing Point ga ik niet missen. Oké. Okay. Zo, en vind ik het mooi Aston Martin dat mee gaat doen. Ja. En dan is alhoewel het maar een naam is. Iconisch natuurlijk, iconische naam. Ferrari ook, iconische naam. En dan is het toch mooi hoe Leclerc afscheid neemt van Vettel. Hè, met een helm, maar ook met lieve woorden. En ook, moet ik zeggen, Vettel fantastisch naar Leclerc. Van vriend, jij bent gewoon echt het beste wat ik in al die jaren Formule 1 ben tegengekomen. Don't waste your talent, zoiets zei hij. Dat is natuurlijk wel heel lief. Ja, is dat ook niet, dat ook niet door een Matt Bishop-achterfiguur ingegeven? Ik vind iedereen was zo vriendelijk. Dat is precies hetzelfde. Hartstikke leuk, is alles eerder gedaan hoor. Maar die 2000 namen op die motorkap van Mercedes. Maar aan de andere kant is het niet bizar. 2000 mensen om twee autootjes, hè, 17 keer te laten rijden. Dus het glas is half vol, half leeg. Nee, maar dat laatste is gewoon belachelijk. Oké, nou, dan zijn we het daarover eens. En daarom heb ik ook zo mijn gedachten, weet je, het ene moment ook Vettel en Leclerc waren dit seizoen ook niet de beste vrienden. Dus er zit ook wel een beetje PR achter. Dus ik was daar niet van onder de indruk. Nee, waar ik overigens wel van onder de indruk ben, en dat is ook een beetje onder de radar gebleven, is dat Vettel de laatste paar races toch ook wel weer laat zien
hoe goed hij is hoor. Want hij is de hele tijd overschaduwd geweest door Leclerc. Maar nu was het toch ook wel weer de Vettel. Ja, niet alleen overschaduwd, maar ik hoorde ook iemand zeggen, goh, hij wordt deze race niet geboycott, want zijn pitstop ging ook goed. Ja. Ja, dus daar is veel achter de schermen heeft zich daar afgespeeld. En dan heb ik ook altijd een klein beetje mijn twijfel. Ik herinner me nog een gesprek met de manager van Leclerc in Barcelona. En dan denk ik, ja, oké, okay, en dan nu. Het was het beste en het was dit en dat. Was het leuker dat Vettel iedereen, vooral in het Midden-Oosten, allemaal bier gaf? Ja, mooi hè? Ja, nou, gewoon Heineken. Ja. Hij denkt nog een beetje. Dan eens even kijken. Tsunoda bij AlphaTauri. Ik denk dat dat wel gewoon iets is wat gaat gebeuren voor komend seizoen. En Trevor Carlin en Frans Toost, hebben we het al eens eerder over gehad, die zeggen, die jongen is echt goed. Gaan we ook deze week zien, als hij mag testen met de Young Driver test. Wat moet je dan met zo'n Danny Kvyat? Zou die nog bij Red Bull blijven als reserve? Of zouden ze daar nu echt afscheid van nemen? Of dat is natuurlijk ook best, ja, voorlopig denk ik, dat we afscheid van hem nemen. Ja, en gaat daar wat mee verloren? Die mag toch terugkijken op een periode voor zijn talent. Hè? Hartstikke een paar jaar Formule 1 gereden. Zo een aantal leuke races gedaan. Een aantal keren vervloekt over zijn fouten die hij gemaakt heeft. Nou, dan is dat klaar. Ja, en weggestuurd en teruggekomen. Hè? Dat is ook nog een ding. Dat, hè? Dat is knap. Ja. Maar nee, je vroeg al Racing Point. Nee, ga ik niet missen. Tenminste, de naam niet. Kvyat ga ik ook niet missen. Oké, okay. Ik zit te zoeken naar iemand die we misschien wel nog gaan missen, Kees, maar ja. Nee, het is dan geschiedenis. Er zijn wat veranderingen. Nou, want het zou van mij niet ver zijn om te zeggen, ik ga Albon missen of ik ga PRS missen. Dat ga ik ook niet doen, ik zie wel wie erin zit. Ik hoop dat we volgend seizoen met dezelfde auto's, nou ja, welke banden eronder komen is nog niet bekend. Pirelli zegt nieuwe. Maar ik hoop dat we een betere strijd gaan zien. En dat we, hopelijk tot het einde van het seizoen, dat Verstappen een kans heeft om wereldkampioen te worden. Ja. Dat hij die strijd kan aanbinden. Banden zijn wel weer zwaarder, hè? Wordt het weer zwaarder? Ja, maar goed, dat is voor iedereen. Ja. Het staat ja, mij niet aan. Je hebt nou net gezien in Abu Dhabi hoe mooi het kan zijn als je een lichte auto hebt, Kees. Nee, ja, daar zijn we het over eens. Maar ik bedoel, dat gaan wij niet veranderen hier, hè, in Hilversum. Nee, dat gaan we echt niet doen. Dat is heel spijtig. Maar dat gaat niet gebeuren. En daarom is te hopen dat ze met diezelfde auto, die twee. En ik hoop ook een beetje op Honda. Ja, overigens compliment, hè, Honda. De enige die geen motorproblemen gehad heeft. Ja, nee, compliment voor die hebben een goed weekend gehad. Ja, ja, absoluut. Overigens, ik geef er nog één weg. Had ik vorige week beloofd dat als Hamilton niet zou rijden, wie dan in de Williams plaats moesten nemen. Nou, er kwamen heel veel leuke reacties. Van Nick de Vries tot Bijtske Visser, tot Stoffel van Doorn, tot David Coulthard, tot Josse Stappen, tot... De lijst is lang. En eigenlijk kwamen heel verrassend veel mensen met de naam Pastor Maldonado. Omdat hij, en dat vonden ze eigenlijk ook allemaal, de laatste winnaar is in Williams. En dat vond ik eigenlijk nog wel een hele aardige. En de eerste die met dat idee kwam, is Gustav Leenders. Dus jij wint het boek. Ik zal het zo even tekenen, heb ik niet gedaan. En dan nemen ze, sterker nog. Ik heb het al wel getekend. Dan neemt de redactie contact met je op en dan wordt het naar je toegestuurd. Dus veel plezier ermee. En hij is ook nog gewoon te koop. Een beetje promotie maken voor mijn eigen boek. Heb ik iets gemist, Kees? Nee, niet echt. Ik vond dat wel leuk, want ik dacht, zitten er nou ook nog serieuze namen bij? maar dit was goed doordacht. Ja, dat vind ik wel een sterk punt. Ja, en ik vond het leukste. Want het leukste was dat eigenlijk ook iedereen zei, hij is de laatste winnaar, dus hij moet dat maar... vooral. Dat, ja, dus, nou goed, niks gemist? Niks gemist meer. Nee, we gaan verdienen... Nou, jij niet, ik wel. Verdiende rust. Ja. Koen, heb ik wat gemist? Wil jij nog wat zeggen? Nee, schud ook van nee.
krijg een duimpje omhoog. Dan was dit de laatste slipstream van het jaar. Volgend jaar gaan we gewoon weer door. Maar tot die tijd hebben we heel veel. Natuurlijk het WK Darts te volgen via alle kanalen. En vergeet niet, vanaf 3 januari, 2 weken lang, de Dakar Rally. De zwaarste rally ter wereld. Iedere avond op RTL 7. En natuurlijk via RTL Replay kun je al het nieuws volgen. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het kijken en alle opmerkingen en alle duimpjes. Blijf dat doen, blijf ons volgen, maar blijf vooral heel erg gezond. Fijne kerstdagen. Dag.